Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Jonas Vingegaard dreef hem tot het uiterste op de laatste steile meters van La Super Blanche de Bavie. Maar de winnaar, die was hetzelfde als een dag eerder. Voor gele truidrager Tadej Pogacar is het nog te vroeg om cadeautjes weg te geven. Maar is de spanning terug? Nu met die goede benen van Jonas Vingegaard, mannen? Ja, ik vind het eigenlijk een beetje vreemd klinken. Want de afgelopen twee dagen wint Pogacar eigenlijk oppermachtig. En hij rijdt toch redelijk sterk. Twee ritzegers, gele trui alweer sterk om zijn schouders. Maar toch heb je een beetje het gevoel dat de spanning weer terug is gekomen. Ja, en dat komt toch door die aanval van Jonas Vingegaard. Waarin we zagen dus dat Pogacar echt moeite had om terug te kruipen naar zijn wiel. Of zie jij dat niet? Jawel. En vooral dat die spanning terug is, dat merkten we vooral in de reacties bij Jumbo-Visma achteraf. Want daar, ja, Richard Plugge zei duidelijk van Parijs is nog ver en daar, pas daar worden de prijzen verdeeld. Ze leven in hoop en dat vertelde eigenlijk ook Christian Hierman aan ons. Ja, het is heel duidelijk dat Jonas op dit moment 2 minuten voor staat. Hè? En dat Primoz zeg maar in een 1-op-1 gevecht waar hij in de laatste kilometer aangaat... Deze Tour waarschijnlijk niet gaat winnen, maar er liggen nog altijd heel veel mogelijkheden. En ik hoop dat hij de komende 3 etappes nog goed doorkomt. En dan gaat het in ieder geval vanaf de Granon-etappe komen de echte bergen, de echt zware inspanning. Dan denk ik van Roglic gaat een man worden die op een onverwacht moment een bommetje moet plaatsen. Kijk, mijn collega Arthur van Dongen die zegt altijd we moeten bommen gooien. Dus we gaan het van dag tot dag bekijken. Nogmaals, Primoz moet eerst maar fit worden. En daarna zien we verder. Maar voor het moment zijn we naar de omstandigheden tevreden. We hebben natuurlijk de pech van de kasseirit niet mee willen maken. En zouden er nu veel beter voor willen staan. Maar ik denk dat we naar vandaag gewoon kijken en gewoon tevreden zijn. De vraag is natuurlijk wel, hoe reëel is het? Als we de afgelopen 2 Tour de France hebben gezien, dan was Pogacar toch echt een klasse apart. Hij heeft nu al een behoorlijke voorsprong. Ja, en we moeten toch concluderen, Primoz Roglic, vandaag dan mooi derde weer op La Planche de Belleville. Wat aangeeft dat hij goed is hersteld van de kwetsures die hij is opgelopen bij de val in de kasseirit. Die twee minuten is toch veel, hè? Al werd hij wel als een oud mannetje van zijn fiets gehesen als hij aan de bussen kwam vandaag. Ik weet niet of je het gezien hebt. Het was echt tasten naar de rug. Pijn had hij effectief nog wel, dus hij moet nog wel verder herstellen. Maar er is in elk geval goede hoop. En dan hebben ze blijkbaar ook toch wel een plan achter de hand met hem. Hè? Ja, kijk, ze hebben natuurlijk toch weer een sterke ploeg, ook voor de bergen. Het verhaal is natuurlijk 2 minuten, dat zei Christian Minierman zelf ook, van ja, dat is eigenlijk te veel. Eigenlijk moeten we concluderen dat hij de Tour verloren heeft, Roglic. Maar ze gaan dus echt duidelijk van de kaart van Vingegaard spelen. Als er 1 ding vandaag duidelijk is geworden, dan is het tot Vingegaard de kopman gaat worden in het klassement. Ja, en Nierman had het dan eigenlijk van, ja, er moeten bommetjes gegooid worden. Dat Pogacar goed is, dat wisten we al, dat hebben we al verschillende keren gezien. Maar we zagen in aanloop naar La Planche de Belleville ook eindelijk zijn ploeg in de breedte, zeker bergop, toch eigenlijk super sterk is. Want tot de laatste meters had hij mannen om zich heen. Ja, eigenlijk, ja, de sterkte van zijn ploeg is ook in het gebergte. Dus het is een beetje logisch dat we die jongens nog niet te veel gezien hadden. Daar zijn ze minder sterk in de kasseirit en op het vlakke. Maar nu moeten ze er staan met Maika en zo. En stonden ze er ook effectief. Maar verrassend is het niet voor mij. Nee, kijk, je weet op het moment dat je 2 keer zo een sterke Tour de France rijdt en wint, dat de concurrentie echt bezig gaat zoeken om de zwaktes van je ploeg te vinden. En daar heeft UAE Emirates de afgelopen jaren echt in geïnvesteerd. Ik sprak zelf met George Bennett, iemand die de laatste jaren altijd voor Jumbo-Visma uit is gekomen, altijd voor Primoz Roglic heeft moeten werken. Ja, en die als geen ander de kracht van je Jumbo-Visma kent. I don't know what stage, but there'll be one day where it just goes apeshit, you know? Primoz goes in the break and Sepp drops everybody, and you know what I mean? There's something like that. There's going to be a situation where we need to really be ready. And so, you know, we never underestimate them, we never get complacent, and we expect war every day. Maybe it's a sprint stage and they put their big guys in the crosswind and try, you know what I mean? I've done enough crazy stages. I remember Vuelta 2019 when Quintana and Nyssa went in the breakaway and we pulled for 5 hours. So
I'm never complacent, that's all I'm saying. Jumbo-Visma heeft aangegeven dat ze met bommetjes moeten gaan gooien. Maar waar liggen dan die zwakke plekken? Waar moeten ze dat gaan doen bij Pogacar? Waar liggen die zwaktes van hem? We hebben ze voorlopig nog niet gezien. Hè. Vooral de eerste week was hem subliem in alle onderdelen. Maar natuurlijk het echte hooggebergte met de lange calls hebben we nog niet gehad. Dus ik weet niet, misschien is hij daar op een fout te betrappen. Raymond? Ja, dat is afwachten. Kijk, ik vind vandaag toch weer het bijzondere. Hij had echt zo zijn zin op La Planche de Belleville gezet. Hij zei dan al van tevoren, ja, ik weet dat mijn vriendin en mijn ouders bij de finish staan. Voor hun wil ik winnen. Maar ja, deze overwinning had nog een veel diepere betekenis ook voor hem. Hij is vandaag een stichting begonnen die geld gaat verzamelen voor het onderzoek naar kanker. Een stichting die tot leven is gekomen omdat zijn schoonmoeder op een relatief jonge leeftijd is overleden in april aan kanker. Ja, en als je dan vandaag zoiets lanceert, bewust voor deze dag gekozen, omdat hij wist dat hij op La Planche de Belleville wel een heel mooi nummer kon opvoeren. Ook natuurlijk met die toerzegen van 2020 in zijn achterhoofd. Toen hij op die klim in de afsluitende tijdrit verrassend Primoz Roglic nog uit de leiderstrui rijdt. Ja, als je het dan waar maakt, ja, dat geeft toch wel iets subliems aan. Maar ja, we moeten toch zeggen van dat aanvalletje van Vingegaard en ook dat Ineos ook nog altijd toch met 4 man in de top 10 staat. Ja, de concurrentie in de breedte, dat kan toch nog een speelpunt gaan worden in de bergritten. En misschien zit dan toch in de zwakte van Pogacar in zijn team. Dan gaan we weer naar de Van der Poel. In de rit naar Longwy was je al bijna afgeschreven. We hebben gisteren ook openlijk vragen gesteld van moet hij nu wel doorgaan? Maar ja, dat bij Van der Poel altijd moet oppassen met te vroeg afschrijven, dat bleek vandaag maar weer. Want hij lijkt een beetje door te komen. Ja, ik moet zeggen, deze ochtend spraken we hem en hij startte toch met frisse tegenzin. Met voorzichtige frisse tegenzin, of we moeten het net goed verwoorden. Hij zag het zelf niet zo positief. Maar ja, ik zei gisteren ook nog van, dit komt waarschijnlijk niet meer goed in deze tour. Maar ik ga heel stilletjes mijn woorden toch een beetje terug inslikken. Want ja, ik zag ook vader Adrie en mama vandaag glunderen. Zij stonden ook aan de bussenparking daarnet. En ook Mathieu zag er weer een stuk goed geluimder uit. Hij is blijven aanklampen tot net voor de voet van de Planche de Belleville, denk ik. Dan was zelfs Wout van Aert al, had zich al laten lossen. Dus ja, er was vandaag beterschap merkbaar. In hoeverre hij die lijn doortrekt de volgende dagen, dan moeten we nog afwachten, uiteraard. Ja, etappe 8 naar Lausanne zou op papier eentje zijn voor Van der Poel. Aankomst bergop na een klim, wat op zijn lijf normaal gesproken is. Maar ik vrees dat dat wel heel optimistisch gaat zijn om hem al op zaterdag opnieuw op te schrijven. Ik denk dat dat iets te vroeg komt. Hij zei vanmorgen ook tegen mij van de eerste dagen ga je mij echt nog niet zien in de kop van de koers. Dus dat zal wellicht te vroeg zijn. Alhoewel, ik durf niet meer voluit nee zeggen. Met Mathieu weet je nooit. Ja. Anderzijds denk ik ook, als ik de rit van morgen zie en ook met de wetenschap dat de gele trui in handen is van Pogacar, ik denk dat UAE Emirates morgen de vluchters de vrijheid gaat geven. Ik denk zelfs dat ze ook geen angst hebben om die gele trui weg te geven aan iemand die ongevaarlijk is. En ja, je merkt ook aan de ploegen die vluchters, aanvallers in hun gelederen hebben, dat ze deze dag, maar ook de dag van zondag, echt rood omcirkeld hebben. Mm-hmm. Van hier liggen kansen, morgen op het Zwitserse naar Lausanne. Ja, ik sprak met Bauke Mollema erover en die had eigenlijk het rondeboek nog niet echt goed bestudeerd voor deze tour. Hij zei van, ja, ik weet, in de eerste week komen er toch geen kansen. Maar in die eerste week, waarin hij wist dat voor zichzelf geen kansen kwamen, heeft hij wel ritten uitgezocht. En ja, deze naar Lausanne, zei hij, van, ja, die heb ik met rood omcirkeld. Ja, ik denk de rit naar Lausanne, ook de rit naar zondag is denk ik op papier een mooie rit. Ja, dat zie ik wel als de eerste kansen van mij, denk ik, om in een keer in ontsnapping te zitten. Daarom is het ook geen nadeel dat Pogacar de gele trui heeft, want normaal gesproken gaan die niet achter elke groep rijden. Nee, dat denk ik ook niet. Maar dat had Jumbo waarschijnlijk ook niet gedaan. Kijk, je weet nooit wat voor renners er mee zitten. Hetzelfde geld zit er iemand mee die op 3 minuten of zo staat in het klassement. En dan krijg je misschien wat minder ruimte soms. Maar ja, we hebben denk ik de laatste jaren wel gezien, niet alleen in de Tour, ook andere grote rondes, dat echt de ploegen die rijden om te winnen, zeg maar. Ja, dat die gewoon kopgroepen laten rijden die niet gevaarlijk zijn voor hun. En dat heel vaak de ontsnapping het haalt tot de finish. En ik denk dat we deze Tour ook wel weer gaan zien. Een start in Dol, 3 bergjes onderweg die niet al te steil zijn. Als je naar dit parcours kijkt, dan denk je ook meteen aan een man die we al hebben gezien, namelijk in de Kasseirit, Taco van der Hoorn. Ligt de kans voor ontsnapping.
En daar willen we met Taco zeker onder andere een poging wagen. Maar het is ook wel een aankomst die Pascalon past. Dus ja, we hebben twee scenario's waar we naar kijken. Denk je dat er veel kans is op ontsnappingen, zeker met Pogacar en de gele trui? Ja, omdat de ploeg is niet heel sterk. Gisteren werden er vroeg twee man gelost, ploegmaats van Pogacar. Dus ik denk dat vanaf nu hij ook zijn mannen gaat sparen. En dat geeft mogelijkheden voor ontsnappingen. Ik denk dat we dat vandaag al gaan zien en morgen ook. Er zijn veel mensen die een ontsnapping willen. Goed, de eerste voorspelling hebben we al gedaan. Dat is namelijk dat we denken dat iemand uit de vroege vlucht gaat winnen in deze rit. Hoewel dus de aankomst op een bijna 5 kilometer lang redelijk stijl muurtje zit met pieken tot 12%. Mannen, wie denken jullie? Ja, ik ga toch voor de vluchters. En ja, dan wordt het moeilijk om iemand in te vullen qua naam. Het is natuurlijk eenvoudig om nu Bauke Mollema te zeggen. Maar ja, die gaat het morgen zeker dus proberen. Ik denk vooral dat de Franse ploegen ook heel gebrand gaan zijn om in deze rit van voren te zijn. Ja, en iemand, dan ga ik toch naar een Franse ploeg. En ik denk, we zijn in Zwitserland. En dan zeg ik Stefan Koen. Ik denk dat hij voor eigen land deze rit zeker gaat aangrijpen om iets te ondernemen. Zomaar out of the blue, Alberto Bettiol. Dank voor het kijken naar en luisteren naar deze Wielerfiets Update. Graag tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.